vijf sprekers van de zijde van de Kamer. En de eerste is de heer Peter Groot van de fractie van de VVD. Sorry, chaos. Zoals ik al zei, nu is aan de orde het 2 minuten debat Klimaatakkoord Gebouwde Omgeving. Het commissiedebat vond plaats op 15 september, jongstleden. We hebben 9 sprekers van de zijde van de Kamer. En de eerste is de heer Thijssen van de fractie van de Partij van de Arbeid, die uit onverdachte hoek tot ons komt. Het woord is aan hem. Dank, voorzitter. Twee moties van mijn, namens mijn fractie. De eerste gaat om nog zoveel mogelijk te doen om die energierekening onder controle te krijgen bij zoveel mogelijk mensen die er het meest aan hebben. En ik moest even rennen, dus kom even op adem. De Kamer gehoort de beraadslaging, overwegende dat bekend is in welke wijken mensen het meeste last hebben van energiearmoede. Overwegende dat met kleine ingrepen tot 20% energiebesparing gerealiseerd kan worden, terwijl mensen relatief snel opgeleid kunnen worden om dit uit te voeren. Verzoekt de regering om nog dit jaar ervoor te zorgen dat op grote schaal fix-it-achtige isolatieteams langs de deuren gaan, daar waar de nood het hoogst is. Er gaat over tot de orde van de dag. Meent dat namelijk collega Bromit. Ik verstond hem niet helemaal. Kunt u hem even herhalen? De minister ook. Ja. Misschien moet ik om een lange interruptie vragen, zodat u wel even kunt uithijgen. Nou, Henry, help even. Nee. Blijf gewoon zitten. De tweede motie, als u op adem bent. Ik heb nog 1:20, dus dat gaat wel goed. De Kamer gehoort de beraadslaging. Overwegende dat verduurzamingssubsidies onevenredig vaak bij mensen met een hoog inkomen terechtkomen en dat dit nog meer ongelijkheid in de hand helpt. Overwegende dat mensen met een laag inkomen, zeker met de huidige inflatie, vaker al te veel op hun bordje hebben om de verduurzaming van hun huis te organiseren. Verzoekt de regering om naast een renteloze lening voor mensen met een laag en normaal inkomen ook een ontzorgingsprogramma in het leven te roepen die mensen actief benadert en informeert over de mogelijkheden van steun vanuit het Rijk en desgewenst de praktische en administratieve zorgen rondom verduurzaming bij mensen uit handen neemt. En gaat over tot de orde van de dag. Meters namens collega Bromit. Dank u wel. Dan gaan we luisteren naar mevrouw Van Es van de fractie van de Partij voor de Dieren. Voorzitter, nou, ik heb geen ademnood gelukkig, dus dat scheelt weer. En ik heb 1 specifieke vraag en 2 moties. Ik begin met de vraag. Dat gaat eigenlijk over het laatste, misschien nog wel gehaaste stukje in het debat dat we met elkaar hadden over die minimale energielabel C voor kantoren in 2023 en de handhaving daarop. En ik begreep wel dat er handhaving gaat plaatsvinden, maar ik vond het antwoord nog wat lastig te volgen wat er dan specifiek gaat gebeuren. Waarom wordt er dan eerst nog maanden uitstel gegeven? En hoe gaan die gemeentes dan handhaven? Wordt dat dan bij de omgevingsdiensten neergelegd? Dat zou ik zelf namelijk een zeer slecht idee vinden, gezien die omgevingsdiensten al helemaal vol en meer dan vol zitten met de zaken die ze nu aan het doen zijn. Dus het lijkt me niet een goede extra taak. Dus is het niet meer iets voor het ILT om daar dan op te handhaven? Dus ik ben wel benieuwd naar de extra info daarover. Dan dien ik samen met mevrouw Bromet een motie in. Het vragenuur ging daar onder andere ook al over. Mevrouw Bromet ging er ook over in het vragenuur over dat enorme watergebruik in het drinkwater en de discussie daarover. En de Kamer gehoort de beraadslaging. Constaterende de drinkwaterbedrijven oproepen tot snelle actie om de beschikbaarheid van water in de toekomst te kunnen garanderen. Constaterende dat naast de industrie en de veehouderij ook in de gebouwde omgeving veel minder water verbruikt kan worden, verzoekt de regering op korte termijn het hergebruik van water en of gebruik van grijs water voor nieuwbouwwoningen tot norm te maken en gaat over tot de orde van de dag en is mede ingediend door mevrouw Bromet. De tweede motie, de Kamer gehoort de beraadslaging, constateren dat het aantal airco's en daarmee het energieverbruik groeit. Constateren dat een volwassen boom dezelfde koelende werking heeft als 10 airco's. Constateren dat voor de koeling van een volwassen boom in 2050 die boom nu geplant moet worden. Verzoekt de regering bij het onderzoek naar de koelbehoeften en het invullen van de koelbehoeften vooral te kijken naar natuurlijke oplossingen en zo snel mogelijk over te gaan tot implementatie. En gaat over tot de orde van de dag, ook mede ingediend door mevrouw Bromet. Dank u wel. Dan geef ik graag het woord aan mevrouw Bromet.
Ja, voorzitter. Mevrouw van der Es had het al over het vragenuur. Ik heb een heleboel vragen gesteld en geen enkel antwoord gekregen. Dus ook misschien even een tip aan deze bewindspersonen om even in gesprek te gaan in het kabinet over wat er aan de hand is met het drinkwater. En daarom ook samen met mevrouw van Es één van de maatregelen die je kunt nemen om het drinkwater te beschermen. Maar ik heb ook nog een andere motie en die gaat over isoleren. We hebben een tekort aan mensen die huizen kunnen isoleren en we hebben een heleboel mensen die wel hun huis willen isoleren en dat ook zelf kunnen. Alleen deze mensen kunnen geen gebruik maken van de bestaande regelingen en daarom heb ik deze motie gemaakt. De Kamer gehoord de beraadslaging overwegende dat veel woningen met relatief kleine maatregelen versneld beter geïsoleerd kunnen worden en dat dit op korte termijn kan bijdragen aan het verlagen van de energierekening. Overwegende dat er een tekort is aan personeel in de isolatiebranche en dat daardoor isolatiemaatregelen onnodig lang uitgesteld worden, terwijl een deel van de maatregelen door de bewoners zelf uitgevoerd kunnen worden, verzoekt de regering op korte termijn te onderzoeken op welke wijze ook doe-het-zelfers gebruik kunnen maken van de beschikbare regelingen voor isolatiemaatregelen en de Kamer hierover voor het kerstreces te informeren en gaat over tot de orde van de dag. Mede namens mijn collega's Grimwis, Van Es, Thijssen, Boulakjaar en Peter de Groot. En ik weet dat de minister in het debat heeft gezegd van ja, ik weet niet hoe ik het moet doen. Maar dit is, kan de minister beschouwen als een extra aanmoediging om het nog een keertje te proberen. Dank u wel. Dank u wel. Dan de heer Grinwis van de ChristenUnie. Voorzitter, twee moties. Ruim een jaar geleden hebben collega Bromet en collega Bontebal de aanzet gegeven tot het Nationaal Isolatieprogramma. Niet wetend dat het zo urgent zou worden een paar weken later, een paar maanden later. En eigenlijk is dat nu het verschil tussen een lage en een hoge energierekening, een goed geïsoleerd huis, dan wel geen goed geïsoleerd huis. Daarom de volgende motie, want ik ben blij dat er 300 miljoen extra in de begroting zit van dit jaar, van volgend jaar en 2024. Maar die moet natuurlijk wel verstandig worden besteed. Daarom de volgende motie, de Kamer gehoord beraadslagen. Constateren dat het kabinet in 2023 en 2024 in totaal 300 miljoen euro extra beschikbaar stelt voor het Nationaal Isolatieprogramma. Maar dat over de exacte aanwending volgens de begroting van BZK nog moet worden besloten. Overwegend dat het Nationaal Isolatieprogramma bestaat uit 4 actielijnen, waaronder de lokale aanpak van gemeenten om woningen met de slechtste energielabels huis voor huis te isoleren. Overwegend dat bij de bewoners van deze slecht geïsoleerde woningen bovengemiddeld vaak sprake is van energiearmoede en juist daar de focus van het Nationaal Isolatieprogramma op moet liggen, verzoekt de regering om de in de begroting beschikbare extra middelen voor het Nationaal Isolatieprogramma met name te gebruiken voor de lokale aanpak om de slechtst geïsoleerde woningen te isoleren en de Kamer hierover voor de begrotingsbehandeling te informeren. Gaat over tot de orde van de dag samen met collega's Bontebal en Bromet. En voorzitter, mijn tweede motie. De Kamer gehoort de beraadslaging constaterende dat corporaties bij het passend toewijzen van huurwoningen volgens de woningwet geen rekening hoeven te houden met de totale woonlasten, inclusief huur- en energiekosten, maar alleen met de huurprijs. Overwegende dat mensen met een laag inkomen hierdoor in een huis terecht kunnen komen met hoge woonlasten vanwege slechte isolatie en een hoge energierekening, terwijl passend toewijzen als doel heeft dat mensen een woning krijgen die aansluit bij hun inkomen, verzoekt de regering om ervoor te zorgen dat zo snel als mogelijk corporaties woningen zodanig gaan toewijzen dat niet alleen rekening wordt gehouden met de huurhoogte, maar ook met de totale woonlasten, inclusief de energierekening, te bezien of en hoe de woningwet hierop aangepast moet worden en daarover in overleg te treden met de woningcorporaties en gaat over tot de orde van de dag samen met collega Boulakjar van D66. En voorzitter, ik kwam dit tegen bij een werkbezoek onlangs en dit leidt wel tot dramatische verschillen in hoe een woning wordt toegewezen en wat mensen er daadwerkelijk op vooruit zouden moeten gaan, terwijl ze door de energierekening er zelfs op achteruit kunnen gaan. En dat kan niet de bedoeling zijn van het concept van passend toewijzen. Dank u wel. Dan gaan we luisteren naar de heer Van Hagen van de Groep Van Hagen. Voorzitter, twee moties. De Kamer hoort de beraadslaging, constaterende dat de minister aangeeft dat hij pas verwacht voor de zomer van 2023 met verdere informatie te komen over het afwegingskader voor het verduurzamen van monumenten, constaterende dat verhuurders van monumenten al jaren tegen problemen aanlopen bij het verduurzamen en dat dit ook zorgt voor een hogere energierekening voor huurders,
verzoekt de regering om binnen 3 maanden te komen met een landelijk afwegingskader voor het verduurzamen van monumenten. Gaat over tot de orde van de dag. De Kamer gehoort de beraadslaging, constaterende dat de minister van plan is om per 2026 verwarmingsinstallaties te normeren, wat in feite neerkomt op minimaal een hybride warmtepomp in elk gebouw, overwegende dat de kosten voor een hybride warmtepomp op dit moment nog zeer hoog zijn, overwegende dat ook de beschikbaarheid van installateurs en warmtepompen grote onzekerheden kent, verzoekt de regering in de uitwerking van het normeren van verwarmingsinstallaties de mogelijkheid om af te wijken van het jaartal 2026 op te nemen, gaat over tot de orde van de dag, mede ingediend door collega Smolders. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Dan de heer Peter de Groot van de VVD. Dank, voorzitter. Ik heb een tweetal moties meegenomen. De Kamer gehoort de beraadslaging constateren dat duurzame verwarmingsinstallaties duurder zijn dan traditionele cv-ketels. Overwegende dat de keuze voor een duurzame installatie onder andere wordt gemaakt op basis van de terugverdientijd, verzoekt de regering om samen met de sector te onderzoeken hoe een energiebesparingsgarantie bij het plaatsen van duurzame verwarmingsinstallaties af te geven door installateurs binnen de bandbreedtes vorgegeven kan worden. En gaat over tot de orde van de dag. En de tweede motie. De Kamer gehoort de beraadslaging. Constateren dat huishoudens met een verzamelinkomen tot 45.014 euro per jaar vanaf 1 november 2022 geen rente hoeven te betalen op een lening bij het Nationaal Warmtefonds. Overwegen dat middeninkomens hard geraakt worden door de energiecrisis en daardoor moeite hebben met het verduurzamen van hun woning. Verzoekt de regering te onderzoeken of, en zo ja, tot welke inkomensgrens het rente-nultarief in het Nationaal Warmtefonds zou moeten worden verhoogd. Zodat deze groep middeninkomens hun woning wel kan verduurzamen. En dit onderzoek voor de begrotingsbehandeling te delen met de Kamer, samen met de collega's Bromet en Boulakia. Dank u wel. Dank u wel. Dan de heer Boulakjar van D66. Voorzitter, dank u wel. 1 motie. De Kamer gehoort de beraadslaging. Constateren dat de noodzaak om de energierekening van huishoudens structureel terug te dringen hoog is en het tempo van verduurzaming omhoog moet. Constateren dat het onderzoek blijkt dat de gemeentelijke verduurzamingsregeling de potentie heeft om de versnelling in de verduurzaming van woningen te realiseren. Overwegende dat veel woningeigenaren wel willen verduurzamen, maar dat zij opzien tegen het hele verduurzamingstraject en dat ontzorging van huishoudens voor versnelling kan gaan zorgen. Verzoekt de regering om het instrument GVR op de meest korte termijn mogelijk te maken en de gemeente hier actief op te wijzen en gaat over tot de orde van de dag, mede ingediend door collega Peter de Groot. Dank u wel. Dan de heer Eertmans van JA21. Voorzitter, dank. De Kamer gehoort de beraadslaging. Constateren dat het kabinet voor 2050 alle bestaande woningen en gebouwen aardgasvrij gemaakt wil hebben. Constateren dat het kabinet met wetgeving komt om huiseigenaren wettelijk te kunnen verplichten tot het aardgasvrijmaken van hun woning. Overwegen dat het kabinet tot nu toe onvoldoende inzage heeft kunnen verschaffen in de kosten hiervan voor de huiseigenaren en tegelijkertijd berekeningen zoals die van het EIB betwist. Verzoekt de regering daarom onafhankelijk onderzoek te laten verrichten naar de kosten van het volledig aardgasvrijmaken van een vrijstaande woning, een rijtjeshuis en een flatwoning, zowel voor de all-electric als voor de aansluiting op het warmtenet. Hierbij per type woning de kosten voor het aardgasvrijmaken voor de huidige energielabels A tot met G weer te geven. En hierbij zowel de totale kosten per woning, dus inclusief subsidies, als de indicatieve kosten voor de huiseigenaar gaarne te vermelden. Gaat over tot de orde van de dag, Eertmans. Een vraag van de heer Van Haga. Nou, voorzitter, ik heb natuurlijk maar heel weinig tijd en ik had eigenlijk eenzelfde soort motie bedacht. Dus ik teken graag met de heer Eertmans mee. Santé. Uw naam wordt bij deze toegevoegd. Laatste spreker van de zijde van de Kamer is de heer Bontebal van het CDA. Voorzitter, het voelt eerlijk gezegd wel een beetje gek om een motie in te dienen over schrapsessies, terwijl op dit moment ik het nieuws probeer te volgen wat er gebeurt bij die 2 Nord Stream pijpleidingen die dan gesaboteerd zijn. Ik vind het tamelijk risicovol wat er daar gebeurt. En dan kom ik met mijn moties over schrapsessies, maar volgens mij laat die situatie daar ontzettend zien ook dat we snel moeten stoppen met fossiele brandstoffen. En dus in die zin kan deze motie toch helpen, denk ik. De Kamer gehoort de beraadslaging constateren dat de energietransitie in de gebouwde omgeving aanloopt tegen overbodige en onnodige complexe wet- en regelgeving.
constateren dat in de zorg is gekozen voor het ontregelen, onder andere middels het organiseren van schapsessies voor onnodige bureaucratie, verzoekt de regering aan de slag te gaan met een aanpak om ook in de energietransitie in de gebouwde omgeving te ontregelen, bijvoorbeeld door het organiseren van schapsessies. Hij gaat over tot de orde van de dag, mede namelijk collega Grinwis. En tot slot, voorzitter, in het debat is het heel even langsgekomen. Ik heb daar geen motie voor voorbereid, want volgens mij moeten we daar gewoon in het debat verder maar het goede gesprek over voeren. Maar we hebben de afgelopen jaren heel erg ingezet op verduurzaming door middel van meer energiebesparing, eigen opwek van duurzame energie. En volgens mij de hele discussie over welke materialen we gebruiken is ook ontzettend belangrijk. Daar moeten we het goede debat over gaan voeren. Ik weet dat een heel aantal collega's ook gecharmeerd is van isoleren bijvoorbeeld met natuurlijke materialen. Ik kijk naar mevrouw Bromet, die ook gecharmeerd is van lisdodden en van hennep en nog een aantal van dat soort materialen. Volgens mij is het belangrijk dat we ook een keer goed die discussie gaan voeren. Hoe verlagen we de materiale impact van bouwen? Dank u wel, voorzitter. Heel goed, tot zover de termijn van de Kamer. Ik schors voor 10 minuten en dan gaan we luisteren naar de minister.
De minister die kort en puntig door de moties gaat. Voorzitter, motie nummer 1 van de heer Thijssen. Waarbij wij natuurlijk allemaal moesten denken aan Psalm 42, toch? Help me even wat. Heigend hert der jacht ontkomen. Ja, prachtig is dat, man. Ja, toch? Neem maar heel goed. Stukje sporten op zo'n dag, dat is hartstikke goed. En ik heb de motie goed nagelezen. Ik laat het oordeel aan de Kamer. Al was het maar omwille van de inspanning die er voor deze motie is geleverd. Het zweet staat hem nog op de rug. Motie 2. Motie nummer 2. Of en hoe zie ik staan. En dan laat ik inderdaad het oordeel aan de Kamer. Dus we kijken of het nodig is om die inkomensgrens te verhogen. Prima. En hoe we dat zouden kunnen doen. Dan was er een vraag van de Partij voor de Dieren. Hoe de label C-verplichting wordt gehandhaafd op de utiliteit. En ik zou u eigenlijk willen voorstellen om destijds willen om daarover een brief te schrijven. Die brief wordt wat breder over de utiliteitsbouw. Maar daar komt dit dan ook goed in te staan. Dan kan ik u goed informeren. Dan motie nummer 3, voorzitter. Wat is uw oordeel over de motie? Nou, dit was een vraag. Dit was niet eens een motie. Het was een vraag. Een vraag aan mevrouw Van Es. Prima hoor, want het is een uitgebreid. Maar ik ben wel benieuwd wanneer dan de brief komt. In oktober. Dan motie nummer 3. Ik snap de vraag. En de vraag is denk ik zeer actueel. En tegelijkertijd ga ik toch vragen om hem aan te houden. Want de vraag in deze motie, die jumpt gelijk tot de conclusion om het hergebruik van grijs water, zoals dat dan heet, tot norm te maken. En daar zitten voordelen aan, zonder meer, maar daar zitten ook wel nadelen aan. Nadelen in kosten bijvoorbeeld voor de bouw, maar ook nadelen, want daar worden we door voor gewaarschuwd, voor bijvoorbeeld extra milieubelasting. Als dat water niet al te schoon is, dan laat dat aanslag na in de pot en dan gaan mensen met de Glorix aan de slag. En dat is niet per se erg milieubevorderend. En zo zijn er meer nadelen. Dus ik wil dat echt even goed in kaart brengen, de pro's en cons. En daar kom ik dan op terug in de richting van uw Kamer. En tot die tijd vraag ik u deze motie even aan te houden. Mevrouw Van Es, kan ook met een knikje. Nou, je hebt eigenlijk weer dezelfde vraag dan wanneer er dan op terug wordt gekomen. Want eerste kwartaal volgend jaar. Ik ga heel even overleggen met mevrouw Bromet wat wij daarvan vinden. Kom ik er nog op terug. Ja. Okay. Als de motie niet wordt aangehouden, wil ik een oordeel van u horen. Dan ga ik hem ontraden, maar ga ik het wel doen. Ga ik de voor- en nadelen wel in kaart brengen. Maar ga ik de motie ontraden in ieder geval. Ja, ja mevrouw Van Es. Ja, we komen er gewoon zo nog even op terug, voordat we klaar zijn met de... U heeft even topberaad. Ja, we gaan even meedoen nu. Trekt u zich even terug. Ja, we gaan... Dan horen we het wel van u. Ja. Motie 4. Motie nummer 4. Verzoekt de regering bij het onderzoek naar de koelbehoeften en het invullen van de koelbehoeften vooral te kijken naar natuurlijke oplossingen. Zo snel mogelijk over te gaan tot implementatie. Daar wil ik graag het oordeel aan de Kamer laten. Onder verwijzing naar datgene wat erover is gezegd in het debat. Ja. Dan de doe-het-zelvers. Ik zie natuurlijk die intimiderende lijst met ondertekenaars van deze motie. En toch ga ik deze motie ontraden. Courageous, zou je willen zeggen. Maar toch ga ik deze motie ontraden. Omdat ik niet voor niets eerder heb gezegd... dat dit toch een groot risico op fraude met zich meebrengt. En daarom vind ik het gewoon niet verantwoord. En toen heb ik tegen de Kamer gezegd... kijk, ik zou er eigenlijk best toe bereid zijn... om een nationale regeling voor doe-het-zelfers te maken... als u mij een vorm aan de hand doet... waarbij dat risico op fraude niet bestaat. Nou, die vorm lees ik niet in deze motie... maar ik lees wel een hernieuwd onderzoek. Ja, dat hebben we nou juist gedaan met als uitkomst... wij kunnen niks bedenken. Ja. Dus ik vind dit een beetje zonde van de tijd... om dat onderzoek dan nog een keer te doen. Mevrouw Bromet. Ja, voorzitter, over dat risico op fraude. Als wij het risico op fraude als uitgangspunt nemen van beleid, dan kunnen we helemaal niks meer doen in dit land. Het risico voor mensen dat ze een te hoge energierekening krijgen of dat ze in de kou zitten, is heel groot. En we gaan nu, omdat we bang zijn voor een klein groepje mensen dat misschien misbruik van een regeling, gaan we een hele grote groep gaan we in de kou laten zitten. Dat lijkt me niet de bedoeling. Vind ik geen verre weergave, want ik neem niet het fraude als uitgangspunt van hoe mensen omgaan met beleid, helemaal niet. Alleen als er zo'n groot risico is op fraude aan de voorkant, wat ik niet dicht kan krijgen, dat risico, en ook niet zo klein kan maken dat het verwaarloosbaar of acceptabel wordt, dan is het toch ook een beetje morsig omgaan met belastinggeld, dat je dan zegt, nou ja, kan ons het schelen, hupsakee, vooruit ermee. Ja, kort. Voorzitter, een bonnetje van de bouwmarkt waarop staat dat je isolatiemateriaal hebt gekocht, is een bewijs dat je isolatiemateriaal hebt gekocht. Er moet toch iemand bonnetjes gaan zitten controleren? Dat is toch allemaal niet zo easy als u nu zegt? Ja. Heel kort, meneer Bolak. Ja, heel kort, voorzitter. Ik begrijp de argumentatie van de minister. Maar kan hij, ook in het kader, kijken of deze motie toch
aangenomen kunnen krijgen. Beginnen met een kleinschalige pilot in een kleine gemeente. Om te kijken wat de resultaten daar zijn. Nee, ik ontraad deze motie echt en ik ben er niet voor. Ik ben er wel voor om de doe-het-zelf aan de bak te zetten, maar via lokale regelingen. Daar is het toezicht veel makkelijker te organiseren. Ja. Daar is het veel praktischer te organiseren, maar niet via nationaal opgetuigde structuur. Motie 6. De heer Grinwis, die is al naar huis. Oh, in dat geval. Nee hoor. Ik ben het hier zeer mee eens. Namelijk alles uit de kast te trekken om te zorgen dat die extra 300 miljoen ook worden ingezet voor de woningen met... Ja. De slechtste labels. Ik ben het daar van harte mee eens. Dus ik laat hier het oordeel aan de Kamer. Dan 7. Motie nummer 7. Daar wil ik best het oordeel aan de Kamer laten. Maar ik ga er ook iets bij zeggen. Namelijk, als je zorgt dat de toewijzing aan nog meer voorwaarden moet voldoen. Dan is het aantal huizen dat daadwerkelijk in aanmerking komt ook nog geringer. En de wachtlijsten zijn al lang. Ook voor mensen met een laag inkomen. Dus ja, ik ga onderzoeken hoe we dat kunnen doen. Maar ik wil wel even de ruimte houden voor de uitwerking samen met de Woonbond en met Edis. Want er zitten ook nadelen aan het linea recta willen regelen. Kortom, ik wil het oordeel aan de Kamer laten, maar wel met deze kanttekening erbij. Ja. Motie nummer 8. Die ontraad ik vanwege de gestelde termijn. Ik zal wel de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed vragen dit met spoed op te pakken en meld mij zo snel mogelijk terug. Maar zij zullen dat ook moeten afstemmen met tal van partijen. Dan motie nummer 9. Afwijken van het jaar 2026. Nee, dat gaan we niet doen. Ik heb nou juist duidelijkheid willen bieden door dat jaartal te noemen. Dus we gaan het sowieso doen. Maar de manier waarop we het vormgeven, namelijk het moet voor mensen ook economisch zijn in te passen. Dus met een redelijke terugverdientermijn. Het moet ook in te passen zijn in een huis. Dus het moet ook functioneel zijn. Ja, daar wil ik wel ruimte voor maken. Dus in die uitwerking laat ik ruimte, maar niet op het jaartal. Dus het jaartal blijft 2026. De heer Van Hagen. Ja, over motie 8. Ik heb dat op 3 maanden gesteld. Binnen welke termijn komt u er dan wel mee? Of liever gezegd, wat zou een redelijke termijn zijn waar ik u dan wel aan kan houden, die ik dan in de motie kan zetten? De Rijksdienst gaat dat kader maken en daarna is er afstemming nodig met de VNG en met de FGM. Dus het is meer tijd nodig voordat dat kader ook daadwerkelijk kan gaan werken. Dus zal ik u gewoon op korte termijn informeren wat de termijn is die de Rijksdienst nodig heeft? En dan kunt u daarvan beoordelen of u dat voldoende vindt. Ja. Ik krijg een hele goede tip. Zo spoedig mogelijk maak ik ervan. Ik ben altijd voor zo spoedig mogelijk. En dan stuurt u die brief en dan maak ik er zo spoedig mogelijk van. En dan krijgen we een oordeel aan de Kamer laten. Ja. Prima. Wij werken dat bij. Motie nummer 10. Energiebesparingsgarantie bij het plaatsen van duurzame verwarmingsinstallatie. Ja, de terugverdientijd is natuurlijk heel erg relevant. En wat u denk ik met deze motie beoogt, en dan zou ik voor zijn, is dat u zegt ik wil dat op het apparaat zelf, dat daar een garantie op wordt afgegeven dat die terugverdientijd een redelijke termijn is. En dat het niet aan het apparaat zal liggen als dat langer duurt. Dat is eigenlijk zoals u het ziet volgens mij. En ik deel dat eigenlijk wel. Ik weet nog niet exact hoe ik dat zou moeten formuleren. Maar ik deel eigenlijk wel dat de behoefte bij klanten groot zou kunnen zijn om zo'n garantie af te geven. Dus laat me dit oppakken samen met de sector. En dat is ook eigenlijk de bestelling van deze motie. Dus ik laat het oordeel aan de Kamer. Dan de inkomensgrens. Ik dacht dat we die al hadden gehad. Ja, ik zag hier namelijk een inkomensgrens... Ja, voor 45.000 euro of en zo ja, tot welke inkomensgrens het rente-nultarief zou moeten worden verhoogd. Of en zo ja. En op die manier ga ik hem ook uitvoeren. Dan de GVR, waarbij ik altijd aan het boek van Roald Dahl moet denken. Ja. De grote vriendelijke ruis. Maar dat bedoelt u niet. U bedoelt de gemeentelijke verduurzamingsregeling. Ik ga u vragen om die motie aan te houden, want ik heb u... denk ik goed toegelicht, althans dat vond ik zelf. Ik vond zelf een vrij goede toelichting in de commissievergadering waarom dat zo ingewikkeld is. En ik ben wel echt een stap verder in de uitwerking, maar ik moet echt ook de toezichthouders hierin meekrijgen. En ik moet die hobbel echt voorbij voordat ik aan u een voorstel kan toelichten. En deze motie zegt eigenlijk, oké, maar doe het nou maar. Maar dat moet ik echt eerst die hobbel voor die toezichthouders voor hebben genomen. Dus ik ga deze motie vragen of u die aan zou willen houden. Ik zou het er best mee eens willen zijn. En misschien ben ik dat ook wel, maar over een tijdje pas. Ja, meneer Bolakjar. Deze kleine vriendelijke reus zal hem aanhouden. Motie op stuk nummer 12, Bolakjar de Groot aangehouden. Motie 13. Ja,
Die motie ga ik ontraden, omdat datgene wat wordt gevraagd al is gedaan. Namelijk, er bestaat het dashboard eindgebruikerskosten. Dat is door TNO gemaakt en dus onafhankelijk. En dat wordt geactualiseerd. Ja. Dus deze motie ontraad ik. Dan dat is motie 14. Motie nummer 14. Dat vind ik wel een interessante gedachte om dat goed vorm te geven. Geeft u een beetje de ruimte in hoe dan. Maar als u me die ruimte geeft, dan kan ik hier het oordeel aan de Kamer laten. Heel goed. Mevrouw van Es, nog even heel kort, want we zijn klaar met de moties. Ja, voorzitter. We hebben besloten om de motie niet aan te houden. En dat komt vooral om twee redenen. Eén, heel praktisch. Volgens mij is de urgentie of het idee hier niet meer dat we heel lang moties aan gaan houden. Gewoon een reglement van orde idee dat we dat snel gaan doen. Dus ik vind het zonde om dat heel lang vooruit te schrijven. Volgens mij is het de Kamer afspraak om dat niet meer zo lang te doen. En ik vind het wel, als een deltacommissaris een advies geeft om bij elke schop die we nu nog in de grond te zetten, alles klimaatadaptief te maken. Mm-hmm. En dat advies we ook ten harte zouden moeten nemen, vind ik eigenlijk prima. Wachten tot dat eerste kwartaal te lang duren. Dus daarom gaan we hem toch in stemming brengen bij deze urgentie daarmee. En hij is ontraad. En overigens, de Delta-commissaris heeft niet gezegd dat je allemaal je wc moet doorspoelen met regenwater. Dat heeft hij niet gezegd. Hè? Volgens mij zat daar meer ruimte in het advies. Minister, kunt u nog even vertellen wat uw oordeel was op motie nummer 11? Klimaatakkoord gebouwde omgeving warmtefonds. Wij zoeken hem erbij. Oordeelkamer? Gaat veel te snel. Ja, oordeelkamer. Heel goed. Tot zover. Dinsdag stemmen wij over de moties. Ja. Gaan we in één beweging door met het 2-minuten-debat. Bouwregelgeving kamerstuk 2832-5-238. Vier sprekers van de zijde van de Kamer. Drie. En de eerste is de heer Peter Groot van de fractie van de VVD.